Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. De schoonmaakster is net hier aangekomen, dus ik ben even buiten gaan zitten. Zodat ze gewoon een gangetje kan gaan en dat ik niet in de weg loop. Dit is echt wel een beetje de plek waar ik steeds mijn vlog open volgens mij. Maar ja, het is ook gewoon waar ik ontbijt en de dag begin, dus dat is ook wel een beetje logisch. Verder wilden we eigenlijk vandaag weer een poging doen om naar Botanic Cactus te komen. En we wilden wel iets vroeger gaan, alleen ja, het is vakantie. Dus ik vind dan niet echt van, oh, echt een wekker zetten. Maar gewoon wakker worden wanneer je wakker kan worden. En dan gewoon je ding doen en als het dan niet veranderd is, schema oké. Morgen gaan we bijvoorbeeld wel op excursie. En ja, dan is het om 9:15. Dus dan moet ik waarschijnlijk wel een wekker zetten. Maar verder moet ik vandaag nog even kijken hoe alles loopt. Nou, deze vlog was het kortste van allemaal. Dus ik dacht, ik doe hier de tour van het appartement even in. Ook voordat we er weer uit zijn, doe ik de tour nog even. Wij lopen nu even richting de receptie om te kijken wanneer Jenny de reislijster er is. Want we willen dan die excursie boeken. En verder gaan we ook nog even langs de supermarkt om voor vanavond wat saus te halen voor bij de pasta. Oké, de receptie was dicht. Dus we staan hier bij een winkeltje. We hebben wel de pasta saus gehaald en wat kaas. En we hebben een lekkere banaan, want we hebben eigenlijk gewoon nog helemaal geen groente of fruit deze vakantie op. Dus we vonden het wel even nodig dat we wat van fruit aten. We krijgen trouwens elke dag nieuwe handdoekjes. En kijk, we hebben nu een hele leuke met een aardbei erop. Nou, de schoonmaakster is net geweest en Marloes haalt er even een bezem door. En dit ligt gewoon nog steeds op de grond. Lekker! Ik heb er even een mooie knot in gedaan en we hebben ons net omgekleed. We hebben onze bikinis aangedaan, want we gaan zo weer even aan het zwembad liggen. En we hebben ons net heel goed ingesmeerd, want gisteren had ik gewoon, als je bijvoorbeeld hier je bikinibandje hebt, had ik gewoon niet daaronder. Dus precies hier zo was dit verbrand. En dat had ik gewoon net gemist, dus nu heb ik goed gezorgd dat ik alles heb ingesmeerd. En dan kan ik hopelijk niet verbranden. We zijn net even bij Jenny de reislijster geweest en we hebben een excursie geboekt voor morgen. We gaan naar Palma, de hoofdstad. Daar hebben we wel echt zin in, ook gewoon een beetje shoppen en een beetje sightseeing. En wat wel grappig was, nou ja, grappig. Er zaten twee mensen weer en die zitten in dit complex ook en ze weigeren gewoon te blijven. Ze willen of morgen een vliegreis naar huis of ze willen een andere accommodatie. Natuurlijk gewoon het liefst een andere accommodatie, maar anders willen ze echt gewoon naar huis. Dus het is wel gewoon echt heftig. Iedereen die in dit complex komt, die wil gewoon weg. En ja, het is voor mij wel gewoon, ja, het is oudbollig en klein. Dat maakt me op zich niet uit, maar dat het gewoon niet schoon is, ja, dat is gewoon niet acceptabel. En die mensen zeiden ook, oh ja, we zitten hier in dat hondenhok. Dus, ja. Maar we hebben nu gewoon zin in morgen de excursie. We moeten om 9:15 bij de bushalte klaarstaan. En dan gaan we naar Palma. Ik neem mijn camera ook gewoon mee. Verder was Marloes gisteren verbrand. Ze had hier helemaal rood. En vanochtend was het helemaal dik geworden. Dus ze was al een beetje in paniek. Van, oh, moet ik naar een dokter of niet? Maar Jenny zei ook al, nee, het is gewoon van de verbranding. We moeten eigenlijk gewoon even komkommer kopen. We wilden eigenlijk sowieso wel de komkommer kopen voor vanavond. Maar we hadden van die hele kleine komkommer. Nou ja, hele kleine komkommers. Ze waren een stuk kleiner en zaten een beetje bulten op en zo. Dus we wisten niet zeker of het nou echt een komkommer was. Maar Jenny zei ja, dat zijn gewoon de komkommers. Dus we hebben een komkommer gekocht en dan komen we en bij vanavond bij het eten. En dan kan ze die ook even op haar oog leggen om af te koelen. En verder heb ik net even een lekker broodje gekocht. En dat is deze. Het is eigenlijk een soort appelflapje. Maar dan zo open. En er zit dan zo'n dingetje op. En die ga ik nu even lekker opeten met een boekje erbij, denk ik. Fun fact trouwens. Ik had jullie in de roomtour ook laten zien dat hier een wasrekje stond. En die was vanochtend dus gewoon ineens weg. Dat was echt. We zaten ook echt van, wat is er mee gebeurd? De schoonmaakster is wel langs gegaan. Dus ik dacht eerst van, oh, misschien heeft ze hem meegenomen om even ergens iets op te leggen. En legt ze hem dan straks terug. Maar hij is nog steeds niet terug. En we hadden net dus ook onze bikini opgehangen. En dat was gewoon weg. We zaten echt van, huh? Hoe kan dit nou weer? Maar dat gaan we straks wel even navragen. Want nu kunnen we onze natte bikinis en alles nergens ophangen. Dus. We zitten weer even ergens wat te drinken. Gewoon hier in de straat waar allemaal souvenirwinkeltjes zijn. En ik heb gewoon een cola en Marloes een Fanta. We hebben net weer even gekookt en we hebben allebei lekker pasta bolognese. Ik stootte net trouwens keihard tegen de tafel en toen gingen al de drinken overal heen. En wat komkommertjes. En dan gaan we nu lekker eten. Thank you.
Ja. We zijn weer thuis en wow, dit licht. Maar het is helemaal klopt. Oh, ik heb het zo warm. Ik heb ook allemaal een glimhoofd. En we kunnen krijgen het zin voor elkaar om de airco nog een keer aan te zetten. Dus dat is een beetje jammer. Want we hebben hem vandaag 1 keer aangehad. En als het goed is kunnen we tot 12 uur. Er zit wel een tijdschema aan. Maar als het goed is kunnen we hem tot 12 uur gewoon aanzetten. Maar nee, hij gaat niet meer aan. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. We hebben vanochtend zijn vroeg opgestaan om 7 uur al. En toen hebben we al onze koffers en alles ingepakt. Het appartement helemaal leeg gemaakt. En dat hebben we bij andere mensen neergezet. Want vandaag krijgen we eindelijk een nieuw appartement. En nu zitten we op de bus te wachten, want vandaag gaan we richting Palma. En daar heb ik echt heel veel zin in. Vandaag 35 graden en net stond de airco er eigenlijk keihard aan, dus we komen uit de bus. En het is echt even een klap in het licht, maar het is hier echt heel mooi. Ik zal het even hier laten zien. Recht naast ons is meteen al de zee. En dan, nu lopen we precies onder een afdakje. Maar zo meteen, als je hier onderuit komt, heb je daar al meteen het kathedraal. Echt een reislijster en ze bleef maar praten en in alle talen en in... ik snap wel dat je het uit moest leggen, maar ze ging dan maar in die taal dan en het was geen volgorde. Het was zo vervelend en wij vroegen ook of we voorin mogen zitten omdat Marloes hier heeft wagenziekte, zeg maar. En ja, dan is het wel fijn als hij voorin zit. Dus dat schroft dus een zakje en Marloes zei, oh nee, dat hoeft niet, als ik voorin zit is het goed. Het was zo, ja, maar dit is mijn plaats en als je niet ziek wordt dan mag je niet zitten hoor. Het werd helemaal gek op ons. Maar we mochten blijven zitten gelukkig, dus het is helemaal top. Om wat te eten en helaas wel in de zon, het is super warm en er zijn bijna geen bankjes. Maar ik had gisteren al wat croissantjes gehaald bij het supermarktje, dus die ga ik nu even opeten.
buiten om lekker wat te drinken. Het is weer echt niet normaal warm. Het zweet breekt me echt uit. Wel ook weer lekker, maar als je zo aan het shoppen bent en aan de dingetjes bekijken, dan is het toch wel iets te. En we zitten nu heel dicht bij de zee. En daar is een haven aan die kant. Hier net achter, dat is op camera niet te zien, daar ligt net de zee. En dan heb je hier aan deze kant zit de haven. Ja, er staan ook allemaal palmen me voor, dus dat kan je niet echt zien. En er zit daar een meneer gitaar te spelen. De nieuwe sleutel opgehaald van het appartement. Daar hebben we ook gelijk de afstandsbediening voor het airco meegenomen. Dus ik ben zo benieuwd. We gaan er nu naartoe, dus we shall see. Oké, volgende ramp. We krijgen de deur niet open. De sleutel gaat er wel in, maar we kunnen hem niet draaien. Dus ik weet echt niet wat er aan de hand is. Maar we hebben geen zin puff even om weer meteen terug te lopen. Want we moeten sowieso ook onze oude sleutel nog terug gaan brengen. Dus oké, dit appartement is serieus twee keer zo groot. Twee keer zo groot. Het is echt niet normaal. Ik zal morgen even een tour ook door dit appartement laten zien. Maar dit kan gewoon echt niet. Dit is trouwens de schade van vandaag. Dit is Mango, Bershka, Zara, New Yorker en een random winkeltje. Maar daarvan ga ik nog een aparte shoplog maken. Dus dat laat ik nog niet zien. We hadden vanochtend trouwens dus onze koffers bij anderen in het appartement gezet. Dat zijn trouwens nu onze buren. Maar ze waren ook op excursie en we weten dus niet of ze hoe laat ze terugkomen. Want ze zei 2 uur geleden, of 2,5 uur geleden zelfs al, dat ze in de bus terug zaten. En het kan nooit zoveel rijden zijn. Dus we vragen ons af, zijn ze misschien uit eten of iets anders. Maar we weten dus niet wat we moeten doen. Want gaan we ook al weg of wachten we toch nog even. Maar ik voel me zo zweterig en plakkerig dat ik het liefst zou omkleden. Maar ja, mijn koffers zijn er niet. En deo zit er ook allemaal in, dus helaas. Oké, hectische verandering in de laatste paar uur eigenlijk. Dat meisje waar we onze koffers neer hadden gezet moest met spoed naar het ziekenhuis. En ze heeft wel via de receptie voor ons geregeld dat wij hun sleutel kregen. Dat wij onze koffers konden pakken. Maar we zijn dus echt super bezorgd. En we hopen echt dat het heel goed met haar gaat. Ik ben buiten adem aan het lopen. Maar we gaan nu op zoek naar een restaurantje, want het is al bijna 7:30 of 8:00 of zo. En we hebben 8:00 zeg maar nodig. Dus we hebben echt super honger, dus we gaan even op zoek naar een restaurantje. We hebben ons eten. Ik heb een lekkere pasta carbonara, typisch ik. Maar dit is een lekkere gluten-vrije pizza. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ze waarschijnlijk echt een zelfgemaakte glutenvrije bodem heeft. Dus ik ben wel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. En ik heb trouwens gewoon weer een lekkere sangria. We zijn net weer thuis van het restaurant. En ik heb tussendoor nog wat souvenirtjes gekeken. Ik heb een souvenirtje voor mijn zusje gevonden. Voor een broertje heeft Marloes me geholpen met een idee. En net hebben we nog wat drinken gekocht bij een supermarktje. En ik heb een ijsje gehaald. Zo'n mini twister. En we zijn allebei nu helemaal gaar. Dus we gaan waarschijnlijk gewoon meteen slapen. En dan zien we morgen allemaal wel weer. Dus bij deze wil ik de vlog ook afsluiten. Vond je het een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En tot de volgende keer!